Ja, hallo allemaal. Lubach senior die is gearriveerd. Daar is hij. Welkom meneer Lubach. Dank u. We waren allemaal rijkhalzend aan het uitzien hier. Jullie allemaal bedankt voor je geduld tot nu toe. Er zijn vast nieuwe vriendschappen inmiddels geklonken. Welkom. Dank aan Atheneum Boekhandel voor de gastvrijheid om hier te zijn. Ik moet ook zeggen, het is een beetje naar de mediteen kwijt moet, dat wij hier dus in een boekhandel zijn die boeken verkopen. Dus als jullie een boek willen, een van die gele fonkelende bakstenen, dan moet je dat ook gewoon afrekenen. Zo hoort dat te gaan. Arjen, dit is de schrijver. Arjen, leuk je te zien. Een uitgever die kennis maakt met een schrijver. Doet dat meestal in een merkwaardige atmosfeer. Dat was ook zo toen ik jou ontmoette, vorig jaar, ergens in de lente, vermoed ik. Ja, zelfs een jaar eerder al? Ja, eerder al. Zomer. Ja, zou kunnen. En je zit daar dan tegenover elkaar in een soort dating situatie eigenlijk. Je doet heel nonchalant. Ik heb natuurlijk helemaal geen nieuwe schrijver nodig. En de schrijver doet ook heel nonchalant, want iedereen wil hem wel uitgeven. Dus dat gaat allemaal heel subtiel. Ondertussen ben je natuurlijk elkaar te verkennen zoals een man en een vrouw elkaar verkennen in een dating. En in dit geval was het eigenlijk nog veel erger, want Arjen die had op dat moment nog een uitgever, uitgeverij Meulenhof. Dus het was een soort secret dating. Een soort www.gaaslekkervreemd.nl gevoel was dit. Ja. Ja. Bosplein.nl. Maar nu. Nou, wij zaten daar. En jij hebt jezelf denk ik niet willen verkopen. Je hebt gewoon verteld over wat je aan het schrijven was. Deed dat natuurlijk nonchalant, maar je wist me wel heel erg op te winnen door te zeggen: van nou, ik denk, dit is allemaal geestelijk, hè? De komende drie boeken, ik ga zeker drie boeken maken, gemiddeld 500 bladzijden. En ik ben klaar voor de doorbraak en nou, ik werd daar heel enthousiast over. En toen heb ik ook het podium verkocht aan jou, door te zeggen waarom wij goed zouden zijn voor jou. En een van de dingen waarmee ik je wilde troosten ten opzichte van het verleden, dat ik zei, bij ons zijn er nooit veranderingen op de uitgeverij. Dat je had echt behoefte aan bestendigheid. En nou ja, wij zijn toen met elkaar zee gegaan voor jou vandaag gepresenteerde roman. En ik denk dat het rondom het inleveren van het manuscript was dat je zowel je redacteur verloor, die hier aanwezig is, Erik Nomer, als bureauredacteur Emma Punt. Dus dat was natuurlijk wel een ontheemd gevoel waarschijnlijk. Maar ja, we hadden je tenminste al binnen. We hebben overigens ook alles gedaan om het je heel moeilijk te maken door, ik denk, 27 varianten omslag met je door te nemen. De ontwerper is hier aanwezig, Jan de Boer, die overigens net de prijs heeft gewonnen voor het beste, mooiste boekomslag voor een ander boek. Volgend jaar doen we deze. Ik geloof wel dat we tot op het uiterste zijn gegaan met elkaar eigenlijk wilden we alleen maar dat boek de wereld in hebben als het precies zo was als we wilden. En zoals jij ook wilde, je was heel, heel stellig. Ik hoop echt dat je dit nu mooi vindt. Dat hoeft eigenlijk niet. Ja. Het is nu de wereld en de voortekenen zijn zeer gunstig. Ik vind het een prachtig roman. Zijn toon die is eigenlijk ook al in zijn vorige boeken meteen vanaf het begin heel herkenbaar geweest. En het heeft een soort onnadrukkelijkheid, jouw boek en jouw toon, die de indruk wekt dat het allemaal een beetje vanzelf gaat. Maar dat is ook tegelijkertijd denk ik het knappe, dat je een intrige hebt gemaakt die zich langs geleidelijke wegen ontrolt. En uiteindelijk tot hele grote aardverschuivingen leidt in het leven van de hoofdpersoon.
Merlijn heet hij, als ik het nog goed herinner. En ja, ik ga over het verhaal maar niets vertellen. We krijgen denk ik nog iemand hier aan de microfoon die daar misschien kort iets over zegt. Je gaat zelf bovendien nog iets voorlezen. Ik dacht verder nog over taal net even na, want ik schreef op Atheneum, Arjen Lubach, Magnus. Toen zag ik dat eigenlijk de naam Atheneum volledig kan worden samengesteld uit jouw auteursnaam. En de titel, dat is wel bijzonder. Alleen de T niet, dat heb je ongelooflijk snel gezien. Dus het gaat om hele secure dingen. Heel goed. Zo heb ik ook een cadeau gekocht voor je. Schelte maken, kan je er ook in maken? Ook, volgens mij niet. Sorry, hè? Sta jij tegen een cadeau aan te leunen. Wat eigenlijk ook taalkundig op één letter na maar goed is. Want de roman heet Magnus. Maar als je naar een drankzaak gaat en je vraagt om een grote fles champagne, dan is dat dus niet een Magnus, maar een Magnum. Nou, dat hebben we daar voor jou gekocht. Om enorm te vieren dat deze roman er is. Waar we echt heel trots op zijn. En dan denk ik dat ik nu jou het woord geef. Heel veel geluk. Oh, nog één nieuwtje wou ik kwijt. En ik zie trouwens nu ook opeens achterin zie ik, is er nog de agent van Arjen zitten. Paul Seebes, die moet ik ook nog even bedanken. Voor zijn bemiddelingen. Dat moet niet, maar dat doe ik even. Het goede nieuws is dat we eigenlijk vandaag, precies vandaag, al bericht kregen van een voorname filmproducent. Dat hij ernst wil maken met het verfilmen van deze roman. Dus dat is toch wel heel mooi. Woe! Ja. Oké, bedankt Joost. Ik heb helemaal geen papiertjes, dus ik ga ook gewoon wat voorlezen en dan het eerste exemplaar overhandigen dat hieronder ligt. Alle exemplaren die mensen nu al in handen heeft, dan wel, omdat mensen heel vroeg weg moesten. Het zijn nulde exemplaren, dit is het allereerste. Dus maak jezelf geen illusies. Ik ben heel erg dankbaar dat ik bij het podium terecht ben gekomen. Inderdaad, dankzij bemiddeling van Paul Seebes uiteindelijk. En wij hebben een hele leuke tijd gehad, zeker ook met Erik Nomen, in het maken van het boek. Ik ga natuurlijk mensen vergeten als ik alle namen op ga noemen. Maar ik wil een poging wagen, of niet? Zal ik het doen? Oh. Ik doe het niet. Nee, iedereen met podium, echt heel erg bedankt. Dat is prima, toch? Ja. Misschien nog een bijzondere noemer dat ik Emma even wil noemen, want die heeft ooit mij in aanraking gebracht met Joost. Emma is inmiddels ook al weg, inderdaad. Dus, lekker bezig, Emma. Ja, ik weet verder niet wat ik over moet zeggen. Ik vind het. Ik ben er heel trots op en ik hoop dat mensen die mijn vorige romans kennen, zien dat het een ontwikkeling is. Ik ben heel blij met mijn eerste romans, maar ik bedoel, je moet ook in een stijgende lijn schrijven, want anders dan kun je er net zo goed mee ophouden. En ik heb zelf heel erg het idee dat dat gelukt is, maar goed, daar mag iedereen mij op pakken als hij of zij dat vindt van niet. Maar ik ben er zelf heel blij mee. En ik heb nagedacht over wat ik zou voorlezen, voordat ik het eerste exemplaar uitreik. En dat is heel moeilijk, omdat er zit redelijk veel plot in. En, dus ik begin gewoon bij het begin. Dan stop ik als jullie allemaal weg zijn. Nee, ik stop ergens hier. Dus het is niet per se een bijzonder gedeelte voor een bijzonder iemand of zo, maar het is het allereerste begin in de hoop dat jullie nieuwsgierig zijn en door willen lezen. Het hoofdstuk heet Pacific Park. Er was eigenlijk maar één ding veranderd. De rest was hetzelfde gebleven. Een tv-gids kwam op haar naam. Boeken die ik nooit zou lezen stonden op regenboogkleur in de hoge kast in de kamer. En een grote verpakking scheermesjes zat achter de douchekraan, geklemd. Het waren dezelfde stille dagen waar ik in de loop der tijd aan gewend was geraakt. Er was maar één ding echt veranderd. Zij was er niet meer bij. Ik zat op mijn kruk in de keuken, ik droeg haar ijsbeervoeten slof en ik telde de dagen dat ze weg was.
Het regende op het zolderdak waaronder ik alleen had geslapen, maar daarna was de lucht opengebroken en dreven de laatste wattenwolken vanaf de Noordzee, uit Schotland misschien, richting de stad, over de buitenwijken naar de straat vlakbij het centrum en de keuken waar ik zat. Een maand was er voorbij gegaan. Op een van de eerste dagen van de lente had ze een rode reistas gepakt en was ze vertrokken. Ik had me ingesteld op alles. Dat ze een minuut later weer terug zou komen, dat ze een dag later zou bellen om te zeggen dat ze nog meer spullen zou komen halen, dat ze een uur later weer terug zou komen, dat haar moeder met een gehuurde aanhangwagen voor de deur zou staan om alle boeken, meubels en scheermesjes in te laden, dat ze een week later terug zou komen en mijn nek zou kussen en zou zeggen dat het allemaal een grote vergissing was, dat het zweverig gelul was geweest wat ze had gezegd over hoe we beter functioneren zonder de helft van onze energie aan de ander te geven. Dat dat allemaal een vergissing was. En vooral dat ze nu weer terug was om voor altijd te blijven. Er gebeurde helemaal niets. De lente was begonnen en ik zat op een kruk in de keuken, omringd door alles wat we samen hadden verzameld. Ik las de krant, zette koffie in haar bodem koffieduwer, luisterde naar de stemmen op 747 AM omdat de FM in de keuken kapot was gegaan en alles bleef hetzelfde. In de krant viel een glas om. Nee. In de krant stond een artikel over een Chinese buschauffeur. De chauffeur had een boete gekregen omdat hij zijn bus had achtergelaten in een drukke straat in de stad Wuhan. Volgens het artikel had hij tijdens zijn werk heimwee gekregen, zijn bus stilgezet, een taxi aangehouden en was hij naar huis gegaan. De stilstaande bus veroorzaakte een file in de straten van de stad en de chauffeur kreeg een boete van 500 yuan. Ik zat in de keuken en ik dacht aan de buschauffeur. Probeerde langs een wereld aan steden, velden, bergen en zeeën in het hoofd te kijken van de man die heimwee kreeg tijdens een gewone werkdag. Tot op dat moment was ik in de veronderstelling dat heimwee ontstond op verre reizen, op onoverkomelijke afstanden in tijd en plaats. Maar deze chauffeur was gewoon aan het werk in de stad waar hij woonde, miste zijn familie en nam een taxi naar huis. Dat is het begin. Heel erg een risico dat ik echt heel veel mensen ga vergeten. Er zijn een aantal mensen geweest die hebben meegelezen. Martine, Hiba, Jan, Roeland. Dat is geen naam, dat was een soort ding. Maar... Heeft iemand meegelezen die boos wordt als ik... Ah, Janine! Oh, Janine. Oh, dat ga ik echt jaren horen. Als ik iemand niet op mogen... Oké, ik doe even opnieuw. Een minuutje terug. In het risico dat ik mensen ga vergeten, maar waarschijnlijk niet. Janine natuurlijk. Roland. Jan, Martine, Iba. Nou, iedereen die mee heeft gelezen, te gek. Paul en Willem van het agentschap, militaire agentschap, ook dus nog een agent aanwezig, maar net. Dus mocht hij niet denken, hè, ik ben toch een agent? Ja, dat is ook zo. En natuurlijk iedereen op het podium, die ik dan niet bij naam ga noemen, omdat ik dan mensen ga vergeten, maar Joost natuurlijk in het bijzonder. En Erik. En Mink en Jessica en Christa en mijn en Sascha en Rian, dat was het wel. Evelien. Al die mensen gaan me zo bij aan het hart. Nou, daar gaan we. Het eerste exemplaar heb ik in mijn hand. Die ga ik overhandigen aan iemand van die het al heeft gelezen. Dat was al een hele grote eer dat diegene het wilde lezen en iets achter even op het boek heeft gezet. Ik zal maar nu verklappen wat daar staat. Nog beter dan zijn tweede boek, Las het ademloos uit. Prachtig. Dat is plagiaat. Want het was de tekst van Kees het Hart op mijn tweede boek. Die schreef, nog beter dan zijn eerste boek, ik las het ademloos uit. Prachtig. ik kreeg gisteren een mail van degene aan wie ik het nu ga geven. Dat het een mooi boek was. Dat hij het in bed had gelezen. En dat hij het een meesterlijk boek vond. Dus ik stond al van, nou, dat zijn mooie dingen om te opschrijven. Maar hij stond er uiteindelijk op. En ik vind het eigenlijk nog wel het beste. En zijn hoop was dan ook dat er een soort cyclus zou ontstaan van mensen die dan het vorige boek aanhalen. In dezelfde bewoording. Nou, dat mag ik straks misschien nog dat zelf gaan uitleggen. Weet ik niet. Maar ik ga me uitreiken aan iemand waarvan ik zelf heel erg... vind dat wat moet ik daar nou zeggen? Ik vind het echt serieus, als jullie hem niet kennen, lees zijn werk. Het zijn ZKV's, zeer korte verhalen. Er zijn veel gebundeld. En ik vind het een van de mooiste dingen die worden gemaakt op het moment in de Nederlandse literatuur. Ik ben dat echt heel erg vereerd. Geef hem een groot applaus. Aal Snijders. Hierbij dus het allereerste exemplaar. Wat zijn er?
Nou, bij deze. Hier bij Magnus, de allereerste. Bedankt. Nou, ik ben eigenlijk met stomheid geslagen door deze uitbarsting van levenslust en grappigheid en slimheid en reageren en de tijd terugzetten en zo. Ik kom wel eens vaker op bij deze dingen, maar dan zijn ze allemaal zo oud als ik ongeveer. Dus dit is ook al gebieden is het nieuw voor me. En ook wat je allemaal vertelt over praten en agenten en mensen die zich overal mee bemoeien. Want er zijn nooit twee schrijvers zo dicht bij elkaar geweest die zo verschillen als jij en ik. Hè? Want ik heb nog nooit een redacteur gehad en ik laat verder niemand toe aan mijn stukjes. En, het is echt, en wat je daarnet ook zei, dat je bergop moet schrijven, dat je steeds het beter, terwijl ik godverdomme al jaren precies hetzelfde heb. En dan gewoon alles achter elkaar prop en dan weg. En, ja, sorry, nee. Jij bent de toekomst, ik niet. Dames en heren, Arjen Lubach en ik hebben elkaar ontmoet in een tent op Lowlands. De tent was gehuurd door de VPRO en daar binnenin werd een prijs uitgedeeld voor schrijvers van korte verhalen. Er was een jury. En ik zat ook in die jury op een, en ik zat naast Arjen en die had echt en nog een paar andere van die jonge mensen. En dan kwam iemand zijn verhaal voorlezen en dan wisten ze daar heel goed over te vertellen hoe dat zat. En woorden als verteltijd en de vertelde tijd en de verhaallijn en een retrospectief. Allemaal dingen waar ik van kotsen moet. Ik kijk naar literatuur op een totaal andere manier. Maar ik weet er wel alles van. Want ik heb 7 jaar Nederlands gestudeerd. En ik heb op de universiteit niets anders gehoord dan allemaal deze doodmakende termen. En daar deed hij ook heel erg aan mee. Daarom is het zo bijzonder dat er toch zo'n beleid. Ja, nee, echt. Want ik keek namelijk mee, want ik was ook de enige van die juryleden die geen aantekeningen en die zomaar wat zei. Maar zij hadden allemaal gemaakt en pijltjes en oeh, dacht ik, verschrikkelijk die jeugd achter. Maar het is allemaal goed gekomen tussen Arjan en mij. Want een tijdje later, ik weet niet meer, maar een jaar later of zo, toen werd ik opgebeld door iemand van de ING-bank en die mevrouw deed het blad van de ING en die vroeg of ik daar een interview wilde doen samen met Arjen Lubach. Het ging over oude mensen, hoe die hun pensioen hadden gedaan. Dat was voor mij ook heel makkelijk te vertellen. En hij zou dan als jongeman enzovoort. En ze zei, maar goed, ik stond er dus te wachten. Ik woon voor Hollandse begrippen heel erg afgelegen. Ik heb geen buren die zichtbaar zijn, alleen bossen en zo. En daar kwam Arjen Lubach aanrijden. In een witte zaak met leren bekleding. Die gewoon niet tweedehands, maar gewoon gekocht had. En daar kwam al iets mijn leven binnen. Je begrijpt het. Ik bleef maar doorgaan. En die aantekeningen, en die boeken, en het bergopwaarts schrijven, en in een zaak rijden. Nou, toen zijn we ook nog voor een foto, ben ik wel weer naar Amsterdam gekomen. En toen zijn we samen in Amerika, is er een foto van ons gemaakt. Alles is goed tussen Arjen en mij. Maar goed, wat ik nu wilde zeggen, ik wilde
gisteren heb ik wel nog aan Arjen gevraagd. Ik raakte ineens een beetje in paniek wat ik hier moest doen. Want ik heb nog nooit in mijn leven een boek in ontvangst genomen. Dat is toch heel raar. Dus ik vroeg een beetje, het was per mail geloof ik, vroeg ik of ik ook wat ik nou moest doen. En toen zei hij, niet letterlijk, maar daar kwam het op neer. Ik zei, moet ik ook iets zeggen? Hij zei, nou, doe maar een paar woordjes, maar je kunt ook niks doen, maar, nou ja, we kunnen je toch niet tegenhouden. We kunnen je toch niet tegenhouden. Daarmee gaf hij aan dat ik toch een maniak ben die wel 3 uur kan staan praten hier. En dat wil ik dus absoluut niet doen. Dus ik heb echt een paar woordjes verzameld. Maar wel probeer ik aan die woordjes probeer ik nu een heel veel betekenis te geven. Want daar gaat het ook om. Ik ben namelijk heel serieus. Toen ik dat, ik geloof dat ik daar op bij Lowlands ook dat boek, een boek van kreeg, was dat zo? Ja, je had je bij je. Ja, en bij Lowlands kreeg ik dus dit boek. En toen daar schreef ik iets in, ook een grapje natuurlijk, waar ik toch weer. Kijk, die dingetjes die ik schrijf, die heten ZKV's, dat betekent oorspronkelijk wel zeer kort verhaal, maar. In de loop der tijd zijn ze betekenisloos geworden. Het zijn gewoon ZKV's, het zijn zulke kleine dingetjes. Maar Arjen schrijft natuurlijk ook weer voor Arend Snijders geen ZKV, maar wel een RRDDMVHLWI. En gelukkig wel uitgelegd. Dat geeft ook aan dat hij tot in zijn slaap bezig is met zichzelf te promoten. Roman die de moeite waard van het lezen, die de moeite van het lezen waard is, ja zo, begrijp je? En dat, zo word ik altijd een beetje met mijn ZKV's voor schut gezet door deze. Maar goed, en toen, nu komt het, toen las ik de eerste regel. En de eerste regel is, zin bedoel ik, is de zalm stroomopwaarts of stroomafwaarts gevangen? Vroeg Gabor of Gabor aan een ober met een ringbaard. En toen ik dat las, die zin, toen dacht ik, ik zal het niet mooier maken dan het is, geen Mulisch-achtige voorspellingen erin. Nee, ik dacht, hé, dat doet mij toch heel erg denken. Dat was het ook niet eens, het deed me niet denken, maar ik had een intuïtie. Ik had een intuïtie naar een van de allerbeste schrijvers die ik ken. Ik ken dus een stuk of iedereen heeft natuurlijk een stelletje schrijvers. Ik ook. En die blijven ook altijd zo'n beetje hetzelfde. Maar daar hoort ook bij hè, James Cheever, Isaac Babel, L. Scott en Nescio en Salinger. Die zitten er allemaal in. En de brieven van Flaubert. En daar zit ook deze man in, James Salter. En James Salter is een onvoorstelbaar, maar hele goede schrijver. En zijn beste verhaal, is ook weer niet waar, want ze zijn allemaal goed. Maar toch een verhaal waar ik steeds aan moest denken, dat heet Mijn Heer U. Ook al een heel merkwaardige titel. En dat gaat over een man. Het type man dat mij uitermate biologeert en waar ik doodsbang voor ben, namelijk de volkomen vrijgevochten bohemien, ook een genie tegelijkertijd, die zich nergens wat van aantrekt. En in dit verhaal komt hij ook binnen, hij heet Michael Brennan, het speelt zich natuurlijk allemaal in Amerika vast, af en die Michael Brennan komt dus binnen in een keurig, cultureel, niet burgerlijk, maar artistiek milieu van mensen die caviar eten met elkaar en op hoog niveau praten en ook goede erotiek bij iedereen is. En daar komt hij binnen, later dronken, met vervuild, maar met zo'n verzengende blik en de hoofdpersoon. Van de vrouw, een vrouw, de getrouwde vrouw die daar zit, die is gebiologeerd als een konijntje
die in de ogen van een slang moet kijken. En hij ziet er niet en komt dan weer op haar af. Maar op een gegeven moment legt hij ook gewoon zijn hand op haar borst. En zij durft niets te doen. En zo. En dan gaat hij. Gaat hij met haar praten, dat ze een huisvrouwtje is en zo. En daarna of ze met hem mee wil. En natuurlijk gaat hij citeren. Dat vind ik ook zo bijzonder, dat hij gaat citeren. Hij citeert natuurlijk de enige dichter die altijd in dat soort supermilieus wordt geciteerd, Ezra Pound. En ik zeg ook altijd tegen mensen dat Ezra Pound de beste dichter van de eeuw is, vorige eeuw. En ik vertel ook altijd dat hij veel en veel erger dan Gaddafi was. Want hij heeft gedurende de hele oorlog voor de fascisten van Mussolini elke dag, geloof ik 4 keer per week voor de radio, fascistische praatjes over Italië en heel Europa. En toen de Amerikanen zijn landgenoten eindelijk via Noord-Afrika kwamen, hebben ze hem gevangen genomen en in een kooi gezet. Een open kooi. Op het terrein van de legermacht die daar was neergestreken. En daar zat hij in. En dat komt in dit verhaal dan ook een beetje korter dan ik, ook in voor. En daarna is hij naar, hoe heet het, Amerika gegaan. Er waren natuurlijk veel mensen die wilden hem dood hebben. Maar dat deden ze niet. Ze hebben hem in een gekkenhuis gezet. Maar hij kreeg ontzettend veel democratische, antifascistische vrienden op bezoek. De grootste schrijvers, Hemingway, Dos Passos, allemaal kwamen ze. En ze hadden zo'n culturele macht dat ze is vrijgelaten. En toen hij werd vrijgelaten, was het eerste wat hij deed de fascisten groet brengen. Dat is nou echt democratie, dat is cultuur, dat is, begrijp je? En dat komt allemaal in dit verhaal. En toen ik dus dat, ja, je wordt er gek van, maar toen ik dus las die eerste zin van Arjen, is de zalm stroomopwaarts of stroomafwaarts gevangen, vroeg hij aan de ober. Toen was dat helemaal die sfeer. En het merkwaardige is nu dat het helemaal niet gaat bij, is mijn opvatting bij belangrijke schrijvers, om een plot of hoe het loopt, ben je gek. Dat gaat alleen maar in wat voor atmosfeer zo'n verhaal zit. En nou kan ik u zeggen dat zonder veel overdrijving, ik kan zeggen dat er in die lichtheid en het verhaal dat helemaal zichzelf zonder plot laat lezen, daar lijkt Arjen Lubach op James Salter. Ja, het is een beetje schandelijk wat ik gezegd, maar mooier kan ik het niet maken. Zo is het. Zo'n schrijver hebben we hier dus staan, naar mijn mening. Bedankt. Ja. Heb je nou goed begrepen dat je denkt dat er fascistische intenties in mijn boek zijn? Was dat dat? Nee, nee, nee. Nee, nee, hoor, nee. Ik vond, nee, ik vond dat verhaal van. Nee, dat verhaal van Ezra Pound loopt absoluut. En het heeft ook alles met Wilders en met hoe we daarmee tegen moeten optreden of niet, heeft het te maken. Namelijk een verhaal wat er absoluut mee parallel loopt, is dat Céline, die nog erger als het kon was dan, hoe heet het, die in de oorlog, antisemitische dingen schreef, waar hij nog steeds, hij is al lang dood, voor gestraft wordt, want nu mag hij nog steeds niet meedoen met een, in de kanon, mag niet van de correcte Franse sociaaldemocraten, de cultuurafdeling. Het is ook onleesbaar afschuwelijk wat hij schrijft in Bagatelle pour un massacre. Maar in de oorlog al was er onder zijn flat
zat een groep verzetstrijders en die zouden hem gaan doden. Ze moesten alleen van een hoger echelon uit het verzet nog toestemming hebben. En toen is daar het bericht gekomen, nee, Céline wordt niet gedood, want men doodt geen Voltaire. Oh.